Utrechtse singleswim is eigenlijk een zwemtocht door de, ja, de titel zegt het al, door de single van Utrecht. Om geld bij elkaar te halen voor de spierziekte FSHD. De route begint tegenover de gevangenis, tegenover de oude Wolfenburg gevangenis. En gaat dan eigenlijk zo langs de Stadsschouwburg en dan zo naar het Lepelenburgpark. Daar gaan de mensen eruit die de 1,2 kilometer zwemmen. En als je dan doorzwemt naar die 1,2, dan kun je daar draaien. En als je dan weer terugzwemt, dan heb je de 2 kilometer te pakken. Dit jaar hebben we voor het eerst de kidswim, dus dat kinderen ook mee kunnen zwemmen. Dat is wel echt heel mooi, want we eigenlijk voor mensen die met FSHD hebben, die zwemmen eigenlijk voor hun kinderen, omdat het een erfelijke ziekte is. Dus voor kinderen zijn er voor ons heel erg belangrijk. En we hebben ook nog dit jaar de professor die zelf het onderzoek doet. Die loopt ook wel rond op het terrein. Dus kunnen mensen die FSHD hebben of heel geïnteresseerd zijn, echt de vragen erover stellen. Ik vind het te gek om in de single te zwemmen. Ik bedoel, ik zit te wachten tot we helemaal rond kunnen. Ik vind het gewoon mooi. Het is natuurlijk iets wat niet dagelijks gebeurt, wat niet dagelijks mag. En ja, het is toch leuk om je eigen gebiedje waar een beetje omheen te kijken. Dat is gewoon te gek. Wat zijn mijn voorbereidingen? Ik zal helaas zelf dit jaar niet mee kunnen zwemmen. Maar over het algemeen, wat het is met zwemmen. Ik bedoel, ik ben schaatser voorheen. En techniek is eigenlijk alles. Je moet zorgen dat je techniek goed is. En hoe beter je technisch leert zwemmen, hoe meer energie je over kan houden. En ik denk wat vooral van belang is dat je afhankelijk ook van de weersomstandigheden, dat je goed gewapend bent tegen de temperatuur in het water. Dus in dat opzicht is een wetsuit wel echt een, volgens mij is het zelfs een verplichting om dat te doen. En dan is het kwestie van vooral goed om je heen kijken, genieten en lekker van A naar B zwemmen. Want dat is gewoon onwijs leuk. Heb ik tips? Maak je geen zorgen over de viezigheid van het water. Ik bedoel, als je enigszins leert ademen, slik je niks in. Af en toe een colaatje erin of daarna om je maag even wat te schonen kan helpen. En als je het vervelend vindt, ik zwem zelf met oordoppen in, omdat ik inderdaad gewoon geen water in mijn oren wil hebben. Heel veel mensen denken niet over na, daar wordt het geluid wat anders, maar ik heb ook geen last meer van mijn oren. Dat is wel een groot voordeel. En vooral genieten, want het is leuk.